Alkmaar en de regio hebben er een unieke voorziening bij, het Huis van de Toekomst. Het Huis van de Toekomst in de Jongkindlaan is door een combinatie van techniek en bediening in het huis en dienstverlening van buitenaf uitermate geschikt voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking. Maandagmiddag werd het officieel in gebruik genomen. Nou, vandaag hebben we de eerste Domotica-woning geopend in Alkmaar en ook een van de eerste in Nederland. En een Domotica-woning, dat is een woning waarin je met allerlei technische en elektronische snufjes heel gemakkelijk en comfortabel kunt wonen. En dat is vooral ook voor oudere mensen heel erg belangrijk. Omdat je daarmee langer zelfstandig kunt wonen en het wordt ook veiliger in je woning. En ik zou de wethouder willen vragen om contact te leggen met de bewoners om het pand te openen. Kijk, nou hebben zij opgenomen. Zij moeten ons nu accepteren. En kijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er zijn een aantal redenen voor waarom wij dit belangrijk vinden. Wij betalen voor 2 jaar de huur van deze woning en een gedeelte van de inrichting. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met de Domotica. En dat kan door hier een rondleiding aan te vragen. Dat gebeurt door de vrijwilligers van Wonen Plus. Het zou wat mij betreft, maar daar moeten we nog aan gaan werken, ook zo kunnen zijn dat je hier misschien een tijdje kan proefwonen. Kunnen ouderen al deze technische middelen bij jullie kopen? Nou kijk, wij hebben middelen daarin. Hè? Wij zijn niet een verkooppunt of zo. Maar wij meten wel uit. We kijken wel gewoon wat is nou de beste technische oplossing voor ieder individueel geval. En dan bemiddelen wij, ik zeg, naar een verkoopadres toe en zeggen van nou, het zou interessant zijn om, men moet er uiteraard, ik zou maar zeggen, ook een indicatie voor krijgen om het vergoed te krijgen. Maar als mensen zeggen, ik wil dat zelf betalen, maakt mij niet uit, ik zeg, kan dat ook. Wat vindt u van het Huis van de Toekomst? Ik denk dat dit een aanzet is om duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheden van Domotica. Dit is gericht op comfort en zorg, maar omvat nog niet alle zaken die erin kunnen zitten, maar die wel in de toekomst erbij kunnen komen. Maar het is een hele goede aanzet. Zou u hier later willen gaan wonen? Als ik koud ben? Precies. Ja, graag.